Ja, nature care is eigenlijk het maken van voorzieningen voor dieren. Dus niet tegen dieren zoals we normaal doen, maar voor dieren. Voor nuttige dieren. Denk bijvoorbeeld aan gierzwaluwen, waarvoor we hier voorzieningen aan het maken zijn. Maar denk ook aan vleermuizen. Een gierzwaluw is goed voor 10.000 insecten per dag. Een vleermuis wel 800 insecten per nacht per individu. Dus dat is gigantisch veel. Het zijn dus eigenlijk gewoon collega's. Ja, het zijn collega's, ja. In principe zijn ze niet in dienst, dus ze hoeven geen vakantiegeld, maar voor de rest werken ze wel mee met ons, ja, dat klopt. Waarom zijn jullie hier ooit mee begonnen? Nou, in principe kwam er steeds meer vraag. Persoonlijk heb ik daar ook wel heel veel interesse in natuur en in dit soort dingen. Dan vraagt er eens iemand naar, van heb je ook geen betere oplossingen. Vooral campings vragen er vaak naar, vakantieparken. Nou ja, dan is het natuurlijk schitterend om daar wat aan te bieden. En eventueel ook nog met een bord erbij, zodat gasten of bezoekers ook kunnen zien van er wordt iets goeds gedaan daar. Naast kastjes voor gierzwaluwen en vleermuizen, wat komt er nog meer hier in het Bevrijdingsmuseum? Er komt nog een bosuilenkast bij die hoge bomen van achter. Spechtenkasten komen er. Er komen mussenvoorzieningen, mezenvoorzieningen. Er komt nog een voorziening voor eenden om te broeden. En op laatst van het museum, dus waar de mensen het museum straks verlaten, komt een vlinderbeleving. Daar planten we een aantal vlinderstruiken bij elkaar. En er komt een bord bij van herkent u die en die vlinder? En wat is het nut van een vlinder? Ja? Ja, dat is niet normaal aan jou, hé. Wat is het nut om juist ook gewoon insecten te beschermen en niet alleen te bestrijden? Ja, je moet eigenlijk een verschil zien tussen probleeminsecten en niet-probleeminsecten. Een insect is in ons geval, in ons bedrijfsgeval, is pas een probleem als die binnen zit. Niet zozeer buiten. Voordat die binnen zit kun je natuurlijk ook dingen doen als horen en zorgen dat hij niet binnen kan. Aan je temperatuur werken, dat soort dingen. Maar buiten is in principe elk insect wel nuttig. Heeft wel zijn nut. Of het is voedsel voor een ander dier of het leeft solitair. Hoe wordt erop gereageerd dat jullie als TRAAS, ongediertebestrijding, ook gewoon insecten beschermen? Nou, eigenlijk best heel positief. In het begin was dat wel een beetje, toch een beetje van, doen jullie dat ook? Of dat doen wij juist. Ik denk ook dat heel veel mensen die bij ons werken, heel veel jongens die bij ons eigenlijk in dienst zijn, die houden juist van dieren, die hebben heel veel kennis van dieren, die hebben in de basis heel veel kennis van dieren. Dus als je kennis hebt van dieren, dan weet je hoe ze leven, weet je ook hoe je ze moet bestrijden als het nodig is. Maar je kunt ze ook stimuleren en dat is natuurlijk schitterend.